Mijn naam is Sjoerd van Bilzen. Ik leg een vergrootglas op eigenaardigheden van specifieke modellen of praat u bij over bijzondere items op een auto. Welkom bij Sjoerds Autoweetjes. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de koper van een Nissan GT-R niet heel trots is. Maar er is nog minimaal één persoon en die is heel trots op deze auto. Jawel, met dit specifieke productienummer. Want die persoon, dat is een Japanner. En die woont in Japan. En die werkt in Yokohama. En die persoon, die zien we hier vermeld staan. Kijk, want wist u dat de motor van een Nissan GT-R volledig met de hand wordt gebouwd? En dat door slechts 6 mensen binnen Nissan. Als je dan weet dat er 150.000 mensen bij Nissan werken en slechts 6 zijn er verantwoordelijk voor dit motorblok. En hier staat zijn naam, Ishikawa. Ik zou het waarschijnlijk wel verkeerd uitspreken, dus excuus daarvoor. Maar deze Japanse heer is uiteraard trots dat hij verantwoordelijk is voor het motorblok wat in deze Nissan GT-R ligt. In totaal zijn er dus 6 personen binnen Nissan die de motor van een GT-R mogen bouwen. Ze bouwen er ongeveer 10 per dag. En zo'n blok bestaat uit 374 componenten. Die worden allemaal met de hand geassembleerd. De bouw van één VR38 motor, zoals het blok intern heet, kost een uurtje of 6. Ja, en dat aluminium blok met die aluminium cilinderkop, ja, die is ervoor gemaakt om 's ochtends bij de Jumbo je wekelijkse boodschappen te halen. Maar aan de andere kant, om 's middags maximaal 315 km per uur te rijden op de Duitse autobaan. Ja, en dat betekent dat zo'n motorblok met de grootste precisie moet worden vervaardigd. Tot op de 0,01 mm nauwkeurig moet zo'n blok in elkaar gezet worden. Ja, dat is toch wel bijzonder dat als jij dat mag doen, dat dan hier jouw naam vermeld staat op het blok. Van die Nissan GT-R, die is al sinds 2007 in productie, zijn er inmiddels 30.000 gebouwd in een jaarvolume van ongeveer 3700 stuks. En deze versie, dat is de zoveelste upgrade. Ze begonnen met 480 pk, daarna 530 pk, toen 550 pk. En inmiddels zijn we aanbeland bij 570 pk. Maar er bestaat nog een Nismo versie, 600 pk uit dit blok. Een 3,8 liter V6, 2 turbo's erop, 24 kleppentechniek, intercooler. Ja, stiekem word je er eigenlijk wel heel enthousiast van. En kijk eens hoe mooi dat blok is. Kijk, je ziet overal die leidingen en die kabels liggen. Er is niet één grote kunststof afdekplaat die dat blok wegstopt. Nee, kijk eens, ook prominent vooraan. In your face. En dit, dat aluminium cilinderkop met aluminium onderblok. En dan lijkt dit ook aluminium, maar dat is, hoort u het al, kunststof. Mooi, hè? Zo mooi. En dan die 6 mensen uit die 150.000 medewerkers. Die hebben een training achter de rug van 3 tot 4 maanden. Ja, want niet iedereen mag zomaar een V6 motor voor de GT-R in elkaar sleutelen. Dat waren er altijd 4 en al heel snel 6. Huwelijksvoltrekking door 5 personen. Normaal in de fabriek te Yokohama 4 personen. Maar omdat deze aandrijflijn bestaat uit een motor voorin, versnellingsbak achterin, de zogenaamde transaxle positie, en dan die vierwielaandrijving, hebben ze 1 mannetje extra nodig om heel die aandrijflijn, ja, om het huwelijk te voltrekken, om die aandrijflijn dus aan die carrosserie te bevestigen. Normaliter doe je zo'n motorkap van een sportwagen alleen maar open om de motor te laten zien. Nou, bij deze Nissan GT-R is er dus een extra reden voor.